Ik heb goed nieuws. Forum voor Democratie gaat met Thierry Baudet als lijsttrekker meedoen aan de verkiezingen van 15 maart. En dat is noodzakelijk ook, want het politieke bestel is failliet. De Nederlandse politiek is een monocultuur geworden met inwisselbare types die het electoraat niet meer vertegenwoordigen. De crisis in Nederland zit diep. De media zijn onvoldoende kritisch, universiteiten zijn te veel ideologische bolwerken geworden en de politiek heeft Nederland in de uitverkoop gedaan. Forum voor Democratie wil breken met de weg met ons mentaliteit. De nationale soevereiniteit moet terug. De ongecontroleerde immigratie bedreigt de maatschappelijke vrede, de euro functioneert niet, het MKB staat onder druk door multinationals. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Onze gemeenschappelijke waarden en cultuur die dreigen te verdwijnen. Samen met u willen we de noodzakelijke koerswijzigingen realiseren. We willen bindende referenda, we willen de macht terug uit Brussel naar het Nederlands parlement, gekozen burgemeesters en gecontroleerde immigratie waarbij Nederland zelf bepaalt wie er binnenkomt en wie niet. Het is tijd dat we de handen ineens slaan, dat we over onze onderlinge meningsverschillen heen stappen en onze democratie heroveren. Ik zou zeggen, steun dat. Ik doe het ook.